Nou, ik zou zeggen, kom dan maar op met je vragen. Ja, okay. Bent u zenuwachtig voor de verkiezingen? Zenuwachtig niet. Het is spannend. Maar het is niet de eerste keer dat ik verkiezingen doe. Dus de eerste keer was ik het wel. Maar nu valt het wel mee. Wilde u altijd al beroemd zijn in de politiek als kind? Nee. En eigenlijk, heel eerlijk, vind ik het beroemd zijn nog steeds niet zo heel erg belangrijk. Het komt erbij, op straat komt iedereen me tegen en dan zeggen ze vaak hallo. Sommigen willen een selfie maken. Komt erbij, maar is niet de reden waarom ik de politiek in gegaan ben. Was u goed op school? Ik was wel goed op school. Ja, niet de beste van de klas hoor, dat zeker niet. Maar ik ben niet blijven zitten bijvoorbeeld, heb de school in één keer afgemaakt. Waar was u het beste op school? Dat is lang geleden geschiedenis volgens mij. Geschiedenis had ik een heel hoog cijfer voor, dat vond ik heel leuk. Ja. Dit gebouw is ook allemaal geschiedenis eigenlijk. Hè? Het is een heel oud gebouw waar we staan. Werd u vroeger gepest? Nou, gepest niet, maar weet je, er is wel iets wat ik weet. Mijn vader was burgemeester in een stad. En iedereen zei aan mij altijd, oh, jij bent het zoontje van de burgemeester. En dat voelde wel eens als pesten. En wat is het belangrijkste wat wij over de CDA moeten weten? Als ik het in één zin eigenlijk zeg, wat wij willen is dat Nederland zo mooi is, dat je zegt, dat land, dit is zo mooi, dat wil ik doorgeven aan de kinderen, aan jullie. Dus als we nu goed op het land letten en goed ons best doen, dan hebben we voor jullie later een beter Nederland. Dat is wat ik wil. CDA doet heel veel voor ouderen, maar wat willen jullie eigenlijk heel veel voor kinderen doen? Nou, we doen eigenlijk voor iedereen wat, want ouderen hebben ook kinderen. En de kinderen zijn weer de ouderen van later, dus het gaat ons ook echt om de kinderen. En wat jullie kunnen op school kunnen leren en kunnen doen. Wat wij heel belangrijk vinden, is dat alle kinderen, of je nou je ouders geld hebben of niet, of je allemaal sport kan doen, of dat je muziekles kan doen, en dat soort dingen. En daarom willen we dat iedere gemeente, iedere stad, een fonds krijgt voor kinderen die dat niet kunnen betalen, om naar een sportvereniging te gaan of muziekles of zo te doen. Doen jullie sport of muziek? Wat doe jij voor sport? Ik zit op voetbal. Oh, leuk. En jij? Hockey. Ik niet. Geen sport. En muziek? Nee, eerst had ik wel sport, maar dat vond ik niet meer leuk. Nou, moet je toch weer gaan nadenken hoor, is dat wel leuk. Op school wordt ons geleerd om goed voor elkaar te zorgen, maar als we dan naar de politiek kijken, dan gebeurt er wat anders. Ja, daar zeg je wel wat. Ja. Wat vindt u daarvan? Ja, ik vind het niet zo mooi. Ik vind dat sommige collega's veel te veel schelden op elkaar, boos zijn op elkaar, terwijl het helemaal niet nodig is. Kijk, in de politiek is het wel zo dat mensen verschillende meningen hebben. Maar ja, dat is in de klas ook wel eens zo. En dan moet je er samen uitkomen. En ik vind dat de politiek dat goede voorbeeld zou moeten geven. Wat vinden uw kinderen eigenlijk van uw werk? Mijn kinderen, die zijn trouwens wat ouder dan jullie. Ik heb een zoon die is 19 en een dochter die is 17. Wat goed van jou. Maar die weten niet anders dan dat ik dit vak heb gedaan. En eigenlijk denken ze gewoon, ja, dat is het werk wat papa doet. Dus het is natuurlijk wel zo dat als ze hun naam vertellen, vragen mensen vaak van, hey, is jouw vader Sybrand Buma? Nou, dan zeggen ze als de, nou, eerlijk en naar de waarheid ja. Maar gelukkig hebben ze gewoon een leven als iedereen en hebben ze niet echt last van. Ook niet alleen maar heel erg leuk, maar gaat helemaal prima. Geef ze ook wel eens commentaar over uw werk? Ja, want ze zien natuurlijk heel veel en ze volgen Twitter, ze volgen andere dingen. En bijvoorbeeld toen op een gegeven moment, het CDA was dat niet voor, maar andere partijen waren er wel voor, dat je moet gaan lenen voor je studie, dat je het niet meer krijgt. Mijn zoon begon net met studeren, dus die vraagt dan wel aan mij, wat betekent dat voor mij? Heeft u nog hobby's en heeft u daar wel tijd voor? Ik heb hobby's, maar heel veel tijd heb ik er niet voor. Ik speel graag piano, dat kan ik natuurlijk wel even thuis tussendoor doen, dus dat, daar hoef ik niet zoveel tijd voor te hebben, maar daar kan ik ook niet zoveel tijd aan besteden. En ik fiets heel graag op mijn racefiets. En dat kost iets meer tijd, maar als ik even kan, ga ik naar buiten om te fietsen. Waar fietst u dan? Dan fiets ik bijvoorbeeld, ik woon zelf in Voorburg, dan fiets ik in de richting van Delft. Of ik fiets in de richting van de Duinen. Overal waar het maar buiten is en groen, daar fiets ik dan. We hebben gehoord dat u veel van moppen houdt, dus wilt u een mop vertellen? Moet ik nu een mop vertellen? Ja, dat zou leuk zijn. Dat zou heel leuk zijn. Een echte mop. Nou, dat is een hele goede vraag. Weet je wat een oude Belgenmop, die zeg ik al van lang geleden. Weet je wat een Belg met een vrachtwagen doet als hij bij een te lage
viaduct aankomt, bij een te lage brug waar hij niet onderdoor kan? Nee, hij gaat er overheen. Nee, dan kijkt hij links en dan kijkt hij rechts en dan denkt hij geen politie, doorrijden. Maar dan gaat de truck kapot. Ja. Dan gaat de truck kapot. Ja, dat is het probleem, maar daar is een Belg voor. Ja. Wat wil je nog weten? Wat willen jullie wilt weten? Wilt u een dep doen? Een dep doen? Geen eens wat het is. Dat is zo. Zo. Ja. Zo. Ja. Het zegt me helemaal niks. Ja, mogen een Snapchat selfie met u maken. Leuk. Ja hoor. Gaan we doen. Welke avatar wilt u? Je kan deze. Oh ja, maar ik krijg dat heel vaak van mijn dochter. Een foto. Ja, die ken ik, die heb ik wel eens. Deze, kijk, daar heb ik nog meer voor leuke. Deze vind ik leuk, die is tenminste echt blij. Ja, die kan niet met z'n tweeën. Oh, die kan niet met z'n tweeën, dan geldt hij niet. Oh nee, ik zie het al. Die kan, dan doen we de volgende gewoon. Ja. Je hebt hem. Wilt u ook nog een face swap? En dat is? Dan wisselen we van gezicht. Ja, dat wil ik ook. Heel eng. Ja, zo raar. Daar word je niet blij van. Leuk dat jullie er waren. Ik was vereerd met jullie als verslaggevers en jullie deden het heel erg goed. Applaus.